Beter omgaan met spreekangst begint bij het besef dat zenuwen en spanning nu eenmaal horen bij publiek spreken. In deze video gaan we je een aantal handvatten geven die jou gaan helpen om beter om te gaan met die spreekangst. Ja, ik zei het net al even, het hoort er nou eenmaal bij. En beter omgaan met spreekangst begint dus ook echt bij het besef dat zelfs na jaren training, zelfs na heel veel ervaring op het podium, de spanningen nooit echt verdwijnen. En dat is misschien maar goed ook. En het is heel normaal. Laten we bij dat eerste eens beginnen. Want ja, jezelf in een stressvolle situatie brengen, zoals publiek spreken, een vraag stellen in een volle zaal, een waardevolle bijdrage in een vergadering willen doen, ja, dat is nou eenmaal per definitie een stressvolle situatie. En dat gaat ook nooit veranderen. Je wil op dat moment presteren, je wil een goede vraag stellen, een goede bijdrage doen. En die druk is echt voelbaar. Voelbaar door de blik van het publiek, de blik van je mededeelnemers in een bijeenkomst of de vragen en de priemende blik van een interviewer die op dat moment vragen aan het stellen is. Besef je dat dat de normaalste zaak van de wereld is en dat een droge mond, wat trillende handen, een verhoogde hartslag nou eenmaal normaal zijn in die situatie. En laten we ook stilstaan bij het feit dat het heel belangrijk is dat je die spanning voelt. Want zelfs ik, na jaren presenteren en vaak op het podium te hebben verschenen, ik voel ook nog steeds die zenuwen, die spanning. En dat hoort erbij, want die zorgen er bij mij voor dat ik met de juiste energie het podium op ga en mezelf dus op die manier oplaad. Dan is het wel belangrijk om dat te doen, dat je een beetje goed kunt omgaan met die zenuwen en dat je ze ook herkent. Nou, daar ga ik je in deze video 2 tips voor geven. De eerste tip gaat over de voorbereiding. De voorbereiding vlak voordat je dat podium opgaat. En je kent dat moment vast wel. Hartslag neemt toe, je mond wordt droog, je handen en benen beginnen misschien een klein beetje te trillen. Allemaal normale reacties, maar die geven aan dat je die spanning en die zenuwen begint te voelen. Hoe kun je daar nou wat beter mee omgaan? Nou, mijn tip is altijd, zorg ten eerste voor wat water in de buurt. Zodat je even een slokje water kunt nemen vlak voordat je op moet. Het helpt niet heel veel, want die mond blijft droog, maar het is gewoon prettig. 2 andere belangrijke dingen die je kunt doen gaan over het voorlezen, voor je echt het podium opgaat, van die eerste zinnen. Semi-hardop je eerste zinnen van je betoog, je verhaal, je presentatie voorlezen gaat je enorm helpen om die laatste foutjes eruit te halen. Zodat die eerste paar zinnen lekker soepel lopen. Die geven je een enorme boost op het podium en het zelfvertrouwen om verder te gaan. En de tweede tip is dan ook, zorg dat je die energie die zich ophoopt in je benen en in je armen, dat je die even losschudt. Schud even met je armen, schud even met je benen, haal diep adem en weet, je kunt er gewoon tegenaan. Ja, en dan sta je eenmaal op dat podium en dan moet je beginnen. Nou, mijn eerste tip voor dat moment is, haal adem. Haal diep adem, kijk even goed je publiek rond. En een paar seconden stil te laten vallen is echt helemaal niet erg. Dat voelt voor jou als heel erg lang, maar het is voor je publiek heel prettig. En voor jou ook. Haal adem en begin in alle rust, zodat alle aandacht op jou gericht is. Maar ja, dan is al die aandacht op je gericht en heb je zo'n grote grijze massa voor je. Hoe kun je daar nou wat aan doen? Nou, door simpelweg de interactie met je publiek aan te gaan. Je kunt een grapje maken, een rapport maken door middel van humor. Je kunt simpelweg verwijzen naar een vorige spreker. Je kunt even refereren aan hoe lang je spreekt en dat de borrel nog maar heel kort duurt. Zodat je je aan de tijd houdt. Zo wek je sympathie op. Je kunt een grapje maken en je kunt een hele simpele manier een vraag stellen. Directe interactie met je publiek aangaan. En geloof me, dat kan zelfs met 1000 mensen in de zaal. Kunnen ze niet allemaal antwoorden, maar ze kunnen natuurlijk wel hun hand opsteken. En op die manier maak je contact met je publiek en zorg je ervoor dat ze niet meer die grijze grote massa zijn, maar echte mensen van vlees en bloed zijn die gewoon naar jou luisteren en het beste met je voor hebben. Ja, die spreekangst die gaat misschien nooit helemaal verdwijnen. En ik kan je in ieder geval verzekeren dat de spanning en de zenuwen die je voelt als je een publiek moet spreken, ja, dat die helemaal nooit verdwijnen. Dat is ook helemaal niet erg. Ik hoop dat deze tips je gaan helpen om in ieder geval wat beter om te gaan met de spanning en de zenuwen. En we zijn heel erg benieuwd wat je daarvan vindt. Dus laat het ons weten. En als je andere vragen hebt, stel ze dan ook hieronder in de comments of gewoon direct via de andere kanalen van het Nederlands Debat Instituut. En zoals altijd, vergeet niet deze video te liken en abonneer je op ons kanaal.